Zij is een kerstverse, dat is een woordgrapje, sidekick. Hartelijk goed in het programma. Jade Mientjes, dames en heren. Jade, welkom. Ja. Fijn dat je er bent. Niet minder dan de kerstengel van onze redactie. Absoluut. Zo zie je er ook uit. Prachtig. Ja, aan jou de vraag, want jij bent expert. Aan jou de vraag, kunnen wij kerst vieren op een normale manier? Ja, heel moeilijk om uitspraken over te doen. Omdat ik vind, als het over coronamaatregelen gaat, dat we dan toch vooral naar experten ter zake moeten luisteren in de toegepaste vakliteratuur. Zoals bijvoorbeeld de BV's in de tv-familie. Ja. We hebben het over vakliteratuur? Ja, dat is mijn vakliteratuur. Dit is jouw vakliteratuur? Ja, dat is mijn vakliteratuur. Ja. En die zeggen dus nog een kerst naar de vaantjes. Paniek, vraagtekens. Dat klinkt niet heel positief. Nee. Dus om jullie wat gerust te stellen, gaan we nu live voor meer informatie naar Bert Janssens. Want Bert Janssens staat voor ons in de vaantjes. Bert, hoe is het daar? Wel, Jade, ik sta hier in de vaantjes, de plek waar kerst naartoe is gegaan. En ik moet zeggen, de sfeer is hier echt optimaal. Overal wordt kerst gevierd zonder restricties. Naast mij staat burgemeester Gabriels van de vaantjes. Ja, burgemeester. Leuk, hè? Ja, wij zijn natuurlijk ongelooflijk trots dat kerst dit jaar weer naar de vaantjes is gekomen. Maar het is ook geen verrassing. Het is al heel het jaar een beetje zo. Kerst naar de vaantjes, maar ook Pasen naar de vaantjes. De carrière van Eddy de Mares naar de vaantjes. Eigenlijk zijn we als gemeente zelden zo populair geweest. En ik moet u wel zeggen, ik kreeg net bericht binnen van het ziekenhuis van de vaantjes dat ook daar de afdeling intensieve zorgen volledig overrompeld zou zijn. Niet dringende operaties worden met 2 weken uitgesteld. Een reactie? Dat is niet zo. Jawel, dat is zeker wel zo. Mijn kak. Ja. Echt? Ja, zeker. Ja, wil dat zeggen dat ook in de vaantjes kerst met restricties zal moeten gevierd worden? Ja, dan hè. Ja, kerst is naar de kloten. Je hoort het ook, Jade. Kerst is naar de kloten. Dankjewel, Bert. Dan gaan we ineens live over naar de kloten, want daar staat Lucas Lely voor ons. Ja, Jade, ik sta hier live op de kloten, waar kerst dus naartoe is. Ja. Hoe is de sfeer daar, Lucas? Wel, Jade, momenteel niet al te best. Ondanks wat leuke muziek en versiering, blijkt het heel moeilijk om hier een aangename kerstsfeer te creëren. Is dat omdat het toch om kloten gaat? Dan, Ja, dat is eigenlijk de voornaamste reden. Het is hier heel onaangenaam. De ondergrond is hier zo geribbeld en zacht. Er staan overal grote haren en er hangt hier ook een heel onfrisse geur. Ik vrees dat het ook hier geen optimale kerst wordt. Ja, een beetje vies. Dankjewel.